Yo, hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuw video. En vandaag ga ik een hartstikke leuke quiz doen. Doe gewoon even die duimpjes omhoog, want het motiveert me om door te gaan met YouTube. En laten we gewoon beginnen. Het is super vet, het is een Adobe quiz-achtig. En je moet zeg maar kijken wat het real ding is, dus wat het echte is en wat het neppe is. En dat is gewoon super cool om te doen. Ik heb andere YouTubers het ook zien doen, zoals Doe Maar Gamen. En ja, ik vond het gewoon super vet. Start. Oké, is deze echt of nep? Shit. Dan zeg je me wat, echt waar. Of sla je me dood? Holy guacamole. Even kijken. Als ik goed nadenk. Het kan gefotoshopt zijn, maar het kan ook echt zijn, want het is echt super apart. Wat zullen we zeggen? Ik denk dat het nep is. Dus het is Photoshop, weet ik zeker. Yes! Oké, we hebben 1 puntje, jongens. Oké, is deze echt of nep? Deze is sowieso echt. Want mensen kunnen ook gewoon... Je ziet altijd bij die series van fotomakers... dat ze dan lucht krijgen onder water... en dan kunnen ze onder water blijven. Dus ik denk dat dit ook wel echt is. Yes, oké. Ik heb echt niet afgekeken bij Doe Maar Gamen. Ik zweer je. Ik heb ook expres ook niet die video gekeken... want anders zou ik vals spelen. En dat zou niet leuk zijn. Even kijken, is dit echt of nep? Dit ziet er sowieso nep uit. Kijk maar. Hier die bomen en dan nog dezelfde bomen. Dat kan gewoon niet. Dat is gewoon onmogelijk. Dus sowieso Photoshop. Zie je? Ik heb het uitgelegd waarom. En ja, dit is... Even kijken. Is dit echt of nep? Jongens. Shit. Petit. Ik denk dat dit gefotoshopt is. Want als je goed kijkt, dan zie je daarachter die man. Zie je het heel erg raar. Ik weet niet wat het is hier zo. Je ziet het echt apart. Dat zie je ook gewoon echt gefotoshopt, denk ik. Dus dit is gefotoshopt. Is dat echt? God gloeiende zeg. Dat kan toch niet? Hoe kan je dan zo iemand in ijs laten smelten, weet je? Ik begrijp dat niet zo heel goed. En regen, stop met regen, anders sla ik je helemaal neer. Hoe kan je regen slaan, trouwens? Maar ja, is dit echt of nep? Shit, dan zeg je me wat. Fuck. Ik denk dat dit wel echt kan zijn. Je kan iemand laten hangen daar en je kan altijd zo'n springkussen onder doen. Dus ik doe gewoon echt. Yes, oké, dit is mooi. Lekker bezig. Is dit echt of nep? Dit kan ook gewoon echt zijn hoor. Het is gewoon een trappetje wat onder water is en een mooie horizon. Ik denk dat het gewoon echt is. Jawel, het is echt. Weet ik zeker. Weet ik. Real. Ja, dat dacht ik al. Wat zou daar nep aan zijn? Serieus, dan zou ik echt helemaal gek worden als het gewoon niet... Nou, laten we verder gaan. Is dit echt of nep? Goed kijken. Ik denk dat dit echt kan zijn. Want een rots... Je kan op een rots gaan zitten en een foto maken. Dat is gewoon één ding wat het is. En als het niet zo is, dan ga ik helemaal flippen. Dus het is real. Holy fuck. Dit gaat lekker, jongens. Dit is sowieso nep. Hoe kan je met een ballon, kan je dan zo omhoog gaan en dan weer naar beneden? Dat kan gewoon niet. Dat is sowieso nep. Dat weet ik zeker. En als het real is, dat ze zeggen dat het real is. Ik zeg real wel heel raar. Real. Dus ik denk dat het gefotoshopt is. Want je kan niet vliegen van ballonnen, zeg maar. Wel met een luchtballon trouwens. Maar daar hebben we het niet over, Arthur. Dus hou je mond maar. Oké, is goed. Yes, ik dacht al. Dat kan toch niet? Anders had ik al lang een ballon gepakt. Ik denk dat dit echt gebodypaint is. Weet je wat bodypaint is? Dat je met verf alles verft en zo. Ik denk dat dit wel echt is. Ik denk dat ze het gewoon na hebben getekend. Wat daarachter staat. Ik denk dat het super, super echt is. Dus daar gaan we. Dat dacht ik al. Ik geloof dat ik heel veel puntjes aan het scoren ben, jongens. Dit is sowieso nep. Want een eekhoorn... die een motherfucking ding... hoe noem je zo'n ding ook weer? Gewicht optilt. Al sla je me dood. Dat is niet waar. Zeker weten. Dat weet ik zeker. Dat kan gewoon niet. En als het wel kan, dan ga ik... Dan spring ik het raam uit. Nee, niet letterlijk bedoeld natuurlijk. Want anders ben ik dood. Maar wat zullen we zeggen, Photoshop? Nee!
Oh shit, mijn microfoon naar de tering. Serieus? Dat is echt zo fucking naaiend. Denk je dat een fucking eekhoorn, denk je dat die een gewicht kan optillen? Ik denk het even niet, jongens. Echt serieus, man. What the fuck? Zeker weten. Deze, die is zo super gefotoshopt, dat weet ik zeker. Anders dan sla ik me heel hard als het niet zo is. Dat dacht ik al. Anders had ik me helemaal ziek geslagen. Wat is dit dan? Ik weet even niet wat ik hier moet informuleren, maar laten we gewoon op Photoshop klikken. Het ziet eruit als Photoshop, dus is dit real of Photoshop? Even kijken. Iemand gaat niet zomaar daarin zwemmen, want dat is niet handig. Nou jongens, je ziet het, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 5 foutjes en superveel goed. Dus ik ben een supergoeie gozer in dit en ik ben hartstikke blij dat ik het gedaan. We gaan de video afsluiten en ik wil dus één ding zeggen. En dat is doe alvast die duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder op die rode button. We hebben nu 370 abonnees. En ja, laten we gewoon verder gaan met die abonnees. Het gaat hartstikke snel, goed en leuk. Plaats een leuke reactie. Wat vond je van deze video? En ja, hoe zou jij hem gedaan hebben? Ik ben wel heel benieuwd wat jullie reactie is als jullie dit gedaan hebben. Dus als jullie dat willen doen, dan zie ik jullie weer morgen om 14.00. Dus wat ik nu ga zeggen is heel erg heftig. 1, 2, 3. Later. Jawel hoor, we gaan weer weg. Ik ben er helemaal klaar mee. Wat een kut video dit weer, zeg.